Dus wij hebben gisteren beslist, aan de hand van alle cijfers, alle presentaties: ja, het kan de goede kant op gaan, maar we moeten dit continueren. We moeten dit stabiliseren, datgene wat de goede kant op gaat. Dus opheffen van een lockdown aan Oroko in een fase die zien. verlichting brengen in die maatregelen aan Oroko. In een fase die zien. Dus wij zeggen, we gaan nu naar het container van de goede richting en laten we verder stabilisatie brengen. En wij zeggen, we gaan dat weekend lockdownen. Dat weekend wordt total lockdown. De minister van Financiën is bezig met de governor om te zorgen dat die gelden daar komen. Maar tegelijkertijd zijn we bezig met de registraties. Ik roep mensen op: registreer je bij economische zaken, registreren bij sociale zaken zodat we weten, en samen met de structuren die we hebben in de samenleving, de districtsraad, de Sortraat, moeten we in staat zijn om die pakketten te brengen. Naar de mensen die het nodig hebben. Betaalde pakketten, betaalbare prijs, maar ook gratis pakketten voor de mensen die het niet, niet kunnen betalen. Al deze maatregelen die zijn opgedragen aan de onderraad armoedebestrijding, maar ook tegen de achtergrond van COVID. Alle parastatale bedrijven moeten weer goed bestuur krijgen. Alle parastatale bedrijven moeten weer winstgevend gemaakt worden. Alle parastatale bedrijven moeten weer bijdragen dat de inkomsten naar het volk van Suriname gaan. Dat is mijn opdracht. En ik ga het doen. Kritiek bouwbaar niet dat hè. Meedoen. Dit is mijn opdracht die ik van het volk gehad heb. Om te zorgen dat die parastatale bedrijven goed gaan draaien. En we zetten deskundige mensen bij alle parastatale bedrijven.